Het onderzoek dat we binnenkort gaan starten, het Fici-onderzoek, gaat over celpolariteit. Om dat uit te leggen, net zoals dat jij een boven- en een onderkant en zijkanten hebt, hebben ook cellen in je lichaam een bepaalde vorm die nauw gecorreleerd is aan de functie. Veel cellen hebben een bovenkant of een onderkant en zijkant. Voor dit onderzoek maken we gebruik van een klein modelsysteem, een klein wormpje, dat heet C. elegans. En het mooie van dit modelsysteem is dat je in dit dier polariteit in cellen precies kan volgen met de microscoop. En we kunnen dan ook precies zien, als we iets veranderen aan die polariteit, wat het effect is op cellen. Dit onderzoek heeft ook mogelijke consequenties of belang voor gezondheid. Het is namelijk zo dat als cellen polariteit verliezen, kan dit bijdragen tot ziektes. En een hele bekende daarvan is het ontstaan van kanker. De meeste kankers komen voort uit epiteelcellen. Dat zijn de grootste categorie gepolariseerde cellen in het lichaam. En wat we op dit moment nog niet goed weten is hoe het verlies van polariteit bijdraagt tot het ontstaan van kanker. En daar zouden we ook graag meer over te weten komen. En dat willen we doen door te kijken wat gebeurt er op de korte termijn met cellen als zij polariteit verliezen. Wat verandert er in die cellen waardoor zij gemakkelijker overgaan tot kankercellen?